Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik kom net van de sportschool. Ik heb samen met Nessa even getraind. Lekker bezig, Mer. Ik heb lekker cardio gedaan. Ik heb daarna nog een beetje wat leuktijnen gedaan. Van die oefeningen, zeg maar, met gewicht. En ik heb daarna nog een beetje gebokst, maar dat ging niet helemaal goed. Want ik was al helemaal kapot voordat ik aan kickboksen begon. Nou ja, aan boksen begon. Dus ja, ik ben net thuis. Ik vind het echt nu wel een beetje moeilijk geworden. Na een week. Om te kijken wat ik moet eten. Wat ik mag eten de hele tijd. Want je moet het echt elke keer voorbereiden. Maar ik ga nu dus een tonijnsalade maken. En dat ga ik even delen met jullie. En ik wil vanavond een pokeball eten, Nes. Nes, wanneer gaat deze kerstboom weg? Ik schaam me een beetje op de vlogs. Ik schaam me een beetje op de vlogs. Wanneer gaan we het samen opruimen? Maar ik wil het niet alleen maar doen. Weet in de comments wie thuis nog een kerstboom heeft. Als er één iemand is die hem nog heeft, dan laat hem staan. Nee, totdat nog niemand hem heeft, dan het is 31 januari. Ja, nou, dan heb je een boom tot maart. In ieder geval, we hebben net lekker weer boodschappen gedaan. Ik merk echt dat ik echt zoveel aan boodschappen uitgeef sinds ik gezonder eet. Maar goed, we doen het voor een goed doel. Is voor de katten! Lekker! Oh, ze willen. Denk ik. Kom. Oh, de eerste heeft zich aangemeld. Ja, kom maar. En de tweede. En dan moeten ze hem zelf eruit halen, dat is leuk. Nee, ze maken een hele zak kapot. Ik ging stuk om Dinar. Is Lira? Die met de oudste? We moeten tegelijkertijd geven, schat. Ik ga stuk. Wij hebben dus blije kip-eieren gekocht. Het klonk heel erg leuk, dus we hebben het gekocht. Van kippen met een onbezorgd leven. Oh. En wij hebben walnoten gekocht en amandelen. Oké, en nu over naar mijn tonijnsalade. Wat je hiervoor nodig hebt. Ik merk het als ik vaak dingen maak. Mensen dan in de reacties vragen van ja, wil je alsjeblieft delen wat er allemaal in zit? Dat ga ik vanaf nu allemaal doen. Je hebt nodig bosui, komkommer, sla. Ik heb twee soorten. IJsbergsla en romeinensla. Tonijnblikje in olijfolie. Dus niet in water of zonnebloemolie. Paprika eigenlijk groen, maar ik heb rode gepakt. Augurk, olijfolie heb ik niet meer nodig, want het zit al in een blikje. Mayonaise, citroen, zout, peper. En dit is eigenlijk voor mij. En dan voor Nessim extra nog mais, maar dat mag ik niet. Als eerst doe ik de tonijn met olijfolie in een bakje. Dan doen we de bosui erin. Ik heb de paprika inmiddels gewassen, gesneden. En dan doen we die erboven. Zo, en de komkommer gaat erin. Zo, ik heb de augurk opgesneden en ook erin gedaan. En nu komt alleen nog zout, peper, citroen en mayo erbij. Dan ziet het er een beetje zo uit. Het ruikt echt super lekker, jongens. Niet normaal. Dan leg ik even twee borden neer en dan doe ik hier sla op. En hier ook. En daarna komt dit er bovenop. Anders wordt dit echt heel erg slap en is echt heel erg goor. Dus ik pak een beetje van dit. Iets meer, want we hebben heel veel trek. En een beetje ijsbergsla. Zo, eentje voor mij en eentje voor Nessim. En dan doen we nu de tonijnsalade er bovenop. Zo, het ziet er misschien niet heel erg lekker uit. Maar het ruikt echt zo lekker. Niet normaal. En dan doe ik voor Nessim nog even mais erop. Zo, en als laatste nog een paar olijven. Wij gaan lekker eten. Oh, ik heb een heerlijke, super lange warme douche gehad. En ik heb er echt van genoten. Ik ga nu even zo mijn nieuwe haarproducten proberen. En die heb ik nog niet uitgeprobeerd. En even kijken of ze mij bevallen. En even mijn make-up doen. En dan gaan we kijken wat ik en Nessie vandaag gaan doen. Oké, hair is done. Make-up is done. En ik ben heel erg benieuwd of jullie verschil zien in mijn haar. Want ik zie het wel heel erg en ik ben benieuwd of jullie het ook zien. Ik vind de producten echt super goed. Het enige wat, waar ik niet van hou persoonlijk zijn die heel overdreven exotische geuren voor in mijn haar. Want ik hou gewoon niet zo van die geuren en ik hou van heel
zachte poedergeuren. Dus dat is voor mij een beetje overheersend. Maar ik vind de producten zelf echt super goed. Ik ben blij dat ik ze heb aangeschaft. Zo, ik ga nu lekker even tv kijken tot Nessim klaar is met douchen. Het is altijd een hele beleving als je haar net hebt gedaan na het douchen. Vooral met krullen. Dus ik heb het nu echt extreem warm. Lekker even wat kijken op tv en dan gaan we zo weg. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarheen. Ik ga even mijn outfit showen. Het is totaal niet bijzonder. Maar ik heb mijn nieuwe... Oh, hier is het helemaal zwart. Ik heb mijn nieuwe bruine trui aan van de Zara. En hij is echt super fijn. Nu zie je tenminste de kleur. Ik heb hem met deze trekking aan. En deze is ook van de Zara van een tijdje geleden. En wat ik eigenlijk wil laten zien zijn de mouwen van deze trui. Ik heb deze in maat M. Dat is ook de reden waarom ik nooit mag aankomen. Want kijk de mouwen eens bij mij, jongens. Dit is een maat M bij mij. Dit kan echt niet. Ik mag echt niet aankomen. Zo, en ik doe er deze jas eroverheen. Die heb ik echt een tijdje niet gedragen naar Londen. Nee, dat is echt super lekker warm. Dus ideaal voor nu. Ik ben toch wel echt super blij met mijn krullen op dit moment. Echt, het heeft me echt zo lang gekost om überhaupt gewoon dit te bereiken. Dus ik ben echt super blij. En zoals gewoonlijk deze tas erbij. Ik ben echt een gewoontedier. Ik pak altijd dezelfde tas. Oh ja, trouwens, ik mag geen suiker dus. Dus ik neem voortaan dit altijd mee in mijn tas. En een sucrine is natuurlijk een suiker. En deze mag ik wel. En ik weet, want we gaan nu uit eten, dat ik sowieso thee of koffie wil. En dan heb ik tenminste suiker. Ik was even vergeten dat Nessie momenteel een jeep heeft. Zo. Vet hoor, Ness. Oh, lekker man. Lekker. En weet je wat echt ideaal is aan een jeep? Tenminste, dat vind ik. Dat is dit gewoon. Dan is dit gewoon eerlijk. Ik vond het ook zo tof toen bij mijn verjaardag dat ik gewoon zo kon vloggen zonder moeite. Goeie, hè? Ja, dit is mijn favoriet. Wij gaan nu dus Arabisch eten. Weet je ook al waar of gewoon... hoe heet die ook alweer? Wij gaan dus bij Elfanos lekker Arabisch eten. Hebben we echt heel veel zin in. En ja, ik ga daar eigenlijk bamja eten, okra. Met lam en waarschijnlijk tapula erbij. En dat mag ik gewoon. En Nessie mag gewoon alles daar. Is het skeer als je zeg maar daar bestelt dat we meestal ook bestellen om thuis te eten? Hoezo is dat skeer? Ja, dat weet ik niet toch? Want het is eigenlijk voor één persoon. En wij eten er allebei van. Oh ja, want wij bestellen zeg maar altijd één gerecht. Maar het is best wel één grote gerecht zeg maar. En ik eet eigenlijk daar niet zoveel van. Ik zit heel snel vol. Dus dan delen wij gewoon en dan vragen we één... rijstbakken erbij. Nee, is trouwens niet skeet. Ik is meer laatst ook. Skeet! Okay, jongens, ik heb toch kebab genomen voor mezelf. Lekker salade. Oké, jongens, we zijn dus in de lounge. En Miriam heeft zeg maar chai gekregen. Maar ze heeft natuurlijk niet deze suiker. Ze heeft haar eigen suiker meegenomen. Oh, shukrin. Ja, top. Dankjewel. Mag ik voor jullie foto op Facebook? Mag, geen probleem. Tuurlijk. Ja? Tuurlijk, geen probleem. Shuffy, Allah. Wij hebben baklava gekregen en die van hun is echt zo gruwelijk lekker, hè. Maar ik mag het echt niet eten. Was het lekker, Nesje? Wat? Die baklava? Heel ongemakkelijk erbij. Was die baklava lekker? Zeker, maar ik heb spijt dat ik suiker in mijn thee heb gedaan. Ja. Dan schat ik suiker erin moeten doen. Sucrie. Oh, ik wil het echt, jongen. Zo, we hebben heerlijk gegeten en gechilled. En nu weer lekker richting huis. Wij zijn net thuis, super lekker warm. Het is buiten echt nog steeds fucking koud. En er ligt nog steeds sneeuw buiten. In ieder geval, ik heb net gedoucht en Nessim is net klaar met douchen. Ik heb net wel echt een klein foutje gemaakt. Het is best wel een pittig dieet, die moet je echt goed... je moet gewoon echt heel goed opletten op wat er in je eten zit. Want er kan onverwachts iets inzetten wat je niet mag. En dat had ik dus, want ik had eigenlijk gewoon... salade met vlees en dan mag ik gewoon. En toen kreeg ik daarna torso erbij. En ja, torso denk ik hartstikke gezond. Gewoon eten. Dus ik nam een hap en dacht, shit, ik was nog een wortel aan het eten. Dus totaal niet keto, maar ja, het zijn gewoon beginnersfouten, horen erbij. Maar ja,
Ik heb dus wel een fout gemaakt, helaas. Wou ik even mededelen. Ik denk dat ik hierbij ook gelijk de vlog ga afsluiten voor vandaag. Want ik ga niks meer doen. Ik ga met Nessie lekker op de bank zitten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei!